We zijn al enige tijd vanaf het begon te regenen, zijn we gestart met spellen. Maar ook daarmee moet je eigenlijk voorzichtig zijn, omdat je een situatie kan krijgen dat je bezig bent te spillen. En kort daarna heb je een tekort aan water, irrigatiewater. En die situatie wilden wij vermijden. Dus we zijn gestart om lichtelijk een beetje voorzichtig te spillen. Toen het begon te regenen en de weersverwachting was dat het zou blijven regenen, hebben we ervoor gekozen om maximaal te gaan spillen. Met medewerking van meneer Perk van, van Openbare Werken, coördinator Regio West van het ministerie van Openbare Werken, zijn we gaan spillen. Ik moet zeggen dat ook de inzichten van het ministerie van LVV bij elke bespreking worden meegenomen. Meneer Van der Kooijen, die is er altijd bij. En uiteraard onze mensen van het overliggend waterschap MCP. We zijn haast dagelijks in het veld. Gisteren was er nog een missie in het Nani-gebied, nabij Nani-overlaat. Bij de Van Wouw-inlaat kunnen we zeggen. Tot gisteren was er nog een ploeg. En we hebben gezien dat het water nog steeds stijgende is. En dat baart ons allen zorgen. Ik moet zeggen, en ik doe dat in dit geval mede namens de andere mensen hier, dat wij zeer content zijn, zeer blij zijn dat we districtscommissaris Jeroen Singh hebben in het district Nikeri. Omdat hij elke keer dat het regent, belt hij naar me en vraagt wat gaat er nu gebeuren. Ja? En dat geeft ons eigenlijk ook een push. Eigenlijk weten we dan dat we geschraagd worden door de DC, die zich bijzonder veel zorgen maakt om het waterprobleem of de waterproblematiek van Nikeri. We willen dat goed beheersen. En als je een DC hebt die bezig is met het probleem, bezig is na te denken ook hoe wij oplossingen kunnen bewerkstelligen, dan kunnen we niet anders zeggen dat wij dankbaar zijn dat wij een dergelijke burgervader, soms wordt er ook gezegd burgerzoon, in ons midden hebben. Wat wij nu gaan doen is in ieder geval ervoor zorgen dat wij de spilcapaciteit van de Nanikreek willen vergroten. Meneer Perk is bezig binnen zijn mogelijkheden na te gaan wat er gedaan kan worden. We zijn ook bezig na te kijken hoe wij de spilcapaciteit van van het kunstwerk de Zoutdrien kunnen vergroten. Het kunstwerk staat er, maar de Zoutdrien, het Zoutdrienkanaal is op enkele plaatsen of voor een gedeelte verstopt. We proberen die verstopping ook te verhelpen zodat wij iets meer water kunnen spillen, lozen, richting Quarantaine Rivier. Om eerlijk te zijn, bij de tweede calamiteit die we hadden, maakte me eerder zorgen om te hoge waterstand, dan stonden we al op 3,30 meter toen al. Dus en een te hoge regenneerslag, gedurende 1 tot 2 dagen zouden we onze kritieke punt van 3,50 meter kunnen bereiken. En waar ik een probleem van een andere hoek verwachtte, kregen we juist van een andere hoek. Maar nu zitten we met een waterstand van 3,42 meter vandaag. En met het weer, regenachtig weer en een regenperiode, weet u het maar nooit hoe het uitvalt. Al te grote neerslag wordt niet verwacht, maar you never know wat er gebeurt. Dus we hebben zeker van het onzekere genomen. We hebben contact proberen te maken met Paramaribo. Maar die boodschap is al naar Paramaribo gegaan. En de bedoeling is dat we morgen sowieso machines dirigeren naar Nanikreek om die verstoppingen op te heffen. Want we kunnen niet wachten. En dan ga je eerlijk zeggen, als DC-burgervader wil ik een derde calamiteit echt niet op mijn bord hebben. Wordt een beetje te veel. Kost je verdomd veel energie, als ik het ruw mag zeggen. Want meneer Perk weet waarover ik praat. Dan ben je tot laat in de avond, tot in de ochtenduren bezig. Om mensen toch snel te helpen. Maar windschade is één, waterschade weer een ander hoofdstuk. Dus ik hoop met ganse hart en met de goede wil van de Almachtige daarboven dat we geen derde situatie krijgen. En we doen er alles aan om het te voorkomen. En we zijn vol goede hoop. Dus niet dat er een panieksituatie moet zijn. Ik zeg niet dat het ook nooit zal gebeuren of niet zal gebeuren.
Maar we doen alles wat in ons vermogen ligt om een of andere calamiteit te voorkomen. Er was wel in het weekend een heel kleine lekkage, maar dat is ook opgeheven. Meneer Perk, OW Nikeri, regio West, zit hier. Het is al gerapporteerd naar Paramaribo. De stukken zijn ingediend en de autorisatie moest komen. En dat heeft een beetje op zich laten wachten, enkele weken. En ik denk dat die zaken nu wel versneld moeten worden naar Nikeri toe. Dat hij de autorisatie krijgt om eraan te werken. Maar in deze mag de DC het besluit nemen en heb ik dan vandaag ook aan OV om morgenochtend te beginnen. En ik koppel dan wel terug met Paramaribo. Maar ondernemer Soetjip, moet ik zeggen, die man heeft de grond daar en in zijn gedeelte was erg laag. Het water kwam al over de dam heen. En hij heeft zelf aangepakt. We zijn hem dankbaar bij deze. Moet ik hem erg dankbaar zijn, moet ik zeggen. Want anders zou ik een machine daar naartoe moeten begeleiden. Wij hebben een ploeg van OW gestuurd vanochtend. Om te inspecteren als er andere delen zijn die verzwakt zijn. Omdat als je deze kan verhogen, dan krijg je automatisch een bepaalde druk op andere delen. Het is gebleken dat als het veilig is, we zitten ongeveer 40 centimeter boven het water, onze dammen. Dus nog steeds veilig. Van alles kan gebeuren als je met water te maken hebt. Maar wij hopen het beste. Belangrijk is dat we Nanny Creek aanpakken. Zodat het waterdruk afneemt in de andere gebieden.